Goedenavond allemaal. Welkom bij de webinar De geschiedenis van de blaasmuziek, de geschiedenis van het blaasorkest. Mijn naam is Joop Boerstoel. Ik ben senior adviseur bij Muziedesk Rijmerink in Deventer. En u kunt me ook kennen als dirigent. Dus wat dat betreft meerdere mogelijkheden om ooit kennis te hebben gemaakt. Vanavond nemen we u mee, wil ik je meenemen naar de voorlopers van het amateurorkest. En in dit webinar gaan we het dan hebben over de ontstaansgeschiedenis van de blaasmuziek, orkesten, instrumenten, repertoire, bedrijven en organisaties. Kortom, in groot verband. Uiteraard alles in een notendop, want we hebben natuurlijk niet de hele avond de tijd, maar hopelijk wel zo volledig en correct als mogelijk. Interessante, maar ook grappige filmpjes zullen een behoorlijk onderdeel en een belangrijk onderdeel van deze presentatie zijn. En laat je dan ook verbazen waar nodig en lach wanneer je denkt dat je daar behoefte aan hebt. Zo af en toe, we willen het ook wat interactief maken, worden er wat vragen gesteld of wordt er een vraag gesteld, zodat jullie ook zelf actief bezig kunnen zijn. Dus pen of papier of de notities uit je telefoon bij de hand, dan kun je daar meteen op reageren. Er zijn geen prijzen, maar gewoon voor de alertheid. Op de meeste vragen krijg je namelijk ook al meestal direct antwoord, dus ik zal de spanning niet al te hoog laten oplopen. Om het overzichtelijk te houden en voor jullie als kijkers ook ruimte te geven aan eventuele andere activiteiten, hebben we het webinar opgeknipt in twee delen. Vandaag deel 1 en binnenkort gaan we deel 2 opnemen. Deel 1 behelst de periode tot circa 1900 en in de tweede webinar gaan we het hebben over de periode 1900 tot en met de dag van vandaag. Ik wens jullie heel veel plezier, maar ook een leerzame repetitie toe. En als we straks weer muziek gaan maken, dan hoop ik dat je in je achterhoofd nog eens terugdenkt aan dit webinar. Uit nood geboren weliswaar vanwege het niet kunnen repeteren en constateren, maar hopelijk ook van de nood een deugd kunnen maken. Eén laatste toevoeging nog. Het kan zijn dat de filmpjes die we hebben gebruikt en gekozen vaak in het Engels of Duits zijn. In ieder geval in een buitenlandse taal, maar de beelden spreken denk ik voldoende om ook zonder ondertitelingen te kunnen begrijpen. En anders dan zijn er misschien nog weer andere oplossingen te vinden. Maar we gaan nu eerst echt beginnen en we beginnen met een stukje muziek. Ja, een prachtig begin, denk ik, dames en heren, jongens en meisjes. Het groot harmonieorkest van de Belgische Gidsen, opgericht in 1832. En dan zijn we eigenlijk een beetje in de periode waarin 1800 in de meeste literatuur als begin wordt aangegeven van het ontstaan van de burgerplaatsmuziekverenigingen. Bijvoorbeeld 25 jaar daarvoor werd in Roermond een van de orkesten opgericht, namelijk de Koninklijke Harmonie van Roermond. En voor zover we weten is dat het oudste harmonieorkest van Nederland. Het ontstaan van de huidige vorm van de blaasmuziekvereniging in Europa kan op verschillende manieren worden beschreven. En gaat natuurlijk veel verder terug in de tijd. Als directe voorloper van het amateurorkest wordt in de meeste literatuur het militair orkest genoemd. Als overige voorlopers worden in willekeurige volgorde onder meer de hofkapel, het kamermuziekgezelschap, het kerkmuziekgezelschap, het schutterijorkest, de stadsmuzikanten en het collegium musicum genoemd. Als uitgangspunt voor de beschrijving van het ontstaan van de blaasmuziekverenigingen worden de kenmerken van het huidige blaasorkest genomen. De lokale functie, het repertoire, de uiterlijke verschijning, denk daarbij aan de uniformen, de instrumentale bezetting en het feit dat een amateur blaasorkest een typische burgeraangelegenheid is. Al deze elementen zijn terug te voeren tot 4 van de eerder genoemde mogelijke voorlopers. Ik noem ze nog een keer. De stadsmuzikanten, het collegium musicum, het schutterij en het militair orkest. En daarom gaan we nu eerst snel terug in de tijd. My name is Håkan Hardenberger and I play the trumpet. Well, in this case I also play the cowhorn. It's never used. I'm sure this is a first in symphony hall. The cowhorn is an old Swedish folklore instrument. It was mostly played by women in the mountains and to communicate in between themselves, you know, one at one mountain top and then
Also actually to communicate with the animals, calling them. You play it in the same way as a trumpet, as far as embouchure is concerned. There's no mouthpiece as such, it's just carved out with a knife, and it's a little bit painful to play it. And then you have the holes, three holes. I was told the placement of the first hole is always determined from where the horn balances. Isn't that a nice thought? Militaire muziek bestaat al zolang er legers zijn. De eerste signaalinstrumenten zijn ontstaan door de behoefte signalen te geven aan mensen die zich op een afstand bevonden die niet met de stem te overbruggen was. De eerste signaalinstrumenten waren gemaakt van bijvoorbeeld de horen van een rund of van een ram. En toen men de metaalbewerking onder de knie kreeg, ontstonden de eerste metalen trompetten. En die werden vaak genoemd de bazuin. Stadsmuzikanten ontstonden na de opkomst van steden in de 13e en de 14e eeuw. De functie van de stadsmuzikant bestond in eerste instantie uit het blazen vanaf de toren door middel van een trompet of een ander verdragend instrument. De stadsmuzikant werd ook wel torenwachter genoemd. En naast de muzikale functie als stadstrompetter deden ze ook dienst als waker op de torens. Van kwartier tot kwartier moesten zij een veiligheidssignaal geven. Deze signalen dienden om de burgerij op de hoogte te houden van al wat er gaande was in de stad. Naast de stadstrompetters waren er ook de zogenaamde stadspijpers. De door handel en nijverheid rijk geworden Hanzesteden namen stadsmuzici in dienst, de zogenaamde stadspijpers. En naast het spelen in de diverse ensembles hadden zij ook een didactische taak, namelijk het verzorgen van muziekonderwijs aan gegoede burgers. In het tijdperk van de Renaissance, globaal tussen de 14e en de 16e eeuw, komt voor het eerst verband tussen de bij het leger gebruikte muziekinstrumenten en bepaalde legeronderdelen voor. Zo waren de trommen en pijperfluiten bij het voetvolk, dat noemen we de infanterie, en trompetten en pauken bij de bereden wapens, de cavalerie, in gebruik. Het gebruik van de pijperfluit, een houten dwarsfluit zonder kleppen, is voor de ontwikkeling van de blaasmuziek van groot belang geweest, omdat op dit instrument, in tegenstelling tot de trompet, melodieën gespeeld konden worden. Interessant om te weten, de stadspijpers bespeelden vrijwel alle instrumenten die destijds gangbaar waren. Daar som ik er wat op. Een fluit, een vedel, een schalmei, kromhoorn, doedelzak en verschillende trommen. Maar twee instrumenten mochten de stadspijpers echt niet bespelen en dat waren de trompet en de pauk. Deze instrumenten waren voorbehouden aan de stadstrompetters. En ten aanzien van al die andere instrumentjes die ik daarnet voornoemde, daar komen we zo nog even op terug. In latere eeuwen, met name in de 16e eeuw, kreeg de functie van de stadsmuzikant een ruimere, meer representatieve en recreatieve inhoud. Naast de oorspronkelijk signalerende functie ging de stadsmuzikant optreden bij feestelijke gebeurtenissen in de stad en kreeg hij de opdracht een aantal keer per week de burgerij met openluchtuitvoeringen te vermaken. Deze werden vaak gegeven vanaf het bordes van het stadhuis of het kasteel met een bezetting van een bazuin, een bombardon, een doedelzak, een fluit, kromhoorn, schalmei, trompet en zink. Ja, muziek uit de vroege Renaissance-traditie. Zoals gezegd, hiervoor kregen ensembles ook meer een recreatieve functie. En ik heb zo denk ik een heel leuk ensemble voor jullie te horen, een zogenaamd kromhoorn-ensemble. Maar daar hebben we ook een vraag bij. En die vraag die staat hier geformuleerd. Aan welk instrument doet het geluid van de kromhoorn je zo dadelijk denken?
En ik geef je vast een hint, het is misschien niet een instrument wat wekelijks bij jullie in het orkest gebruikt wordt. Nou, wat was je antwoord, zou ik willen zeggen. Als je dit filmpje opzoekt op YouTube en je wilt het nog eens een keer verder en naluisteren, dan kun je dit het beste vinden onder de titel Het 16e eeuwse Kazoo Orkest, of in het Engels 16th Century Kazoo Orchestra. En eerlijk gezegd, ik vind het een fantastisch vergelijk qua geluid. De stadsmuzikant, daar waren we gebleven. De stadsmuzikant verdween aan het einde van de 18e eeuw en deze ging op in het Collegium Musicum dat rond 1800 zijn besloten karakter losliet. Het lokale karakter van de stadsmuzikanten kan worden teruggevonden in de vorm van de blaasmuziekverenigingen. Het belang van deze muzikanten voor het muziekleven in de stad van toen mag niet worden onderschat. Doordat zij bij de feestelijkheden in de stad werden ingezet en ook in groepjes en op feesten en partijen speelden, kwam de burger met muziek in aanraking en werd de belangstelling voor instrumentale muziek bij de burger ontwikkeld en levendig gehouden. We hebben nu al een heel aantal oude instrumenten voorbij zien komen en horen, maar een aantal zijn nog niet nader toegelicht. Hoogste tijd dus om daar even nader bij stil te staan en vooral ook te kijken en te luisteren naar deze voor onze oren en ogen wat minder bekende instrumenten. Een vraag eerst eventjes, welke instrumenten zie je hier afgebeeld? Ik krijg er even de tijd voor uiteraard, nou ook weer niet al te lang. Het zijn oude instrumenten en het instrument rechts, dat is de voor- en de achterkant, dus het is eigenlijk één instrument. Hi, my name's Matt and I play the cornetto. It's not an ice cream. The name in Italian means little horn. You can see it's the shape of a horn, and originally these would have been made from animal horns or tusks. The cornetto flourished around 1450 to about 1650. You would have heard the cornetto in large cathedrals, small churches, palaces. Most importantly, you would hear this instrument where there are voices. It's got a mellifluous, warm quality to it that blends perfectly with high voices. The cornetto can mimic the voice right down to vowels and consonants. So when I'm playing vocal music, I'm literally playing the words that I'm reading. The cornetto was an improvising instrument as well. Players were expected to embellish and ornament melodies. So here's that melody I played earlier again. The cornetto is made from two pieces of wood that are both hollowed out in the shape of the bore, then stuck together. It's carved on the outside and then bound in leather. So instrument makers would make these instruments and then send them down the road to the nearest bookbinder to get leathered. The cornetto is full of symbolism. It was an instrument that represented life, death, and eternity. The life part is here at the top, where these diamonds are carved. Those diamonds are the European adder. That's the snake you see wound around the medical symbol that we still use today. It's black, which is a symbol of death, and it has eight sides carved. And those eight sides represent an unbroken line, like eternity or infinity. Ja, dat is de cornetto en dat is dus niet de cornet zoals we die in de brassbands tegenwoordig kennen. Dus zo simpel is het vertalen altijd nog niet. Maar het is dus de zink
die ook op die plaatjes was afgebeeld. En we hebben denk ik een hele mooie uitleg gekregen. We gaan door naar het volgende filmpje. En daarin wordt, het, en dat is dan tevens het tweede antwoord, gesproken over het serpent. Prachtig en ja, onverwacht ook. Hè. Het is wat vaak als basinstrument gebruikt, maar ook prachtig melodisch. En natuurlijk zijn er dan ook nog de nodige houten blaasinstrumenten die we even onder de loep gaan nemen. Op deze foto zie je er een aantal afgebeeld staan. En ik wil jullie nu graag eerst eventjes laten luisteren naar een stukje van een instrument wat hier nog niet op staat, maar het schalmei. Mijn instrument is die schalmei. Das ist eines der ältesten Instrumente, vor über 2000 Jahren im Orient erfunden und kam dann im späten Mittelalter und der Renaissance nach Europa, wo es eine unglaubliche Blütezeit erlebt hat. Die Schalmei ist die Urgroßmutter der heutigen Oboe, hat aber im Gegensatz zur Oboe überhaupt keine Klappen. Das Instrument ist konisch gebohrt, das heißt oben ist die Bohrung enger als unten im Schalltrichter und es funktioniert wie Pommer und Dulcian auch mit einem Doppelrohrblatt. Janitscharenmuziek, dames en heren, jongens en meisjes. Belangrijk voor onze ontwikkeling. Van de 15e tot de 18e eeuw drongen Turkse legers regelmatig Europa binnen. En deze legers werden in hun opmars ondersteund door de zogenaamde Janitscharenmuziek. Deze orkesten hadden voor die tijd een indrukwekkende bezetting. Bestaande uit, en ga er even rustig voor zitten, dwarsfluit, verschillende hobo-achtige instrumenten, trompetachtige instrumenten, pauken, keteltrommen, grote en kleine trom, bekkens, triangels en schellenbomen. En vooral het dragen van schellenbomen was uitgegroeid tot een statussymbool. Er waren vaak meer slaginstrumenten dan blaasinstrumenten. En het doel was dan ook niet om zo mooi mogelijk te spelen, maar om zoveel mogelijk geluid te produceren. Van deze Turkse orkesten hebben we de pauken, grote trom en kleine trom, de bekkens en de triangel overgenomen. Luister maar. Dat waren de Janitscharen. Maar we gaan even terug naar het Collegium Musicum. Naast de stadsmuzikanten, waar we het over hebben gesproken, ontstaat in de 16e eeuw ook het Collegium Musicum. Dit muziekgezelschap kan als volgt worden gedefinieerd.
Een collegium musicum is een amateur muziekgezelschap dat overwegend bestaat uit heren afkomstig uit de hogere burgerij en die muziek maken puur voor zichzelf, dus zonder publiek. Het gezelschap bestond meestal uit ongeveer 15 leden. Coronaproof dus. Het oudste muziekcollege is het Cecilia Concert in Arnhem, dat in 1591 al werd opgericht. In het begin kwam een dergelijk gezelschap 1 of 2 keer per week bij elkaar, meestal bij iemand thuis, maar later in een specifieke zaal ergens in de stad. Enige voorkeur voor een bepaalde groep van instrumenten was in de beginfase nog niet aanwezig, wel maakte zang vaak onderdeel uit van de bezetting. Pas in de 18e eeuw ontstond er, onder invloed van een veranderd klankideaal uit de muziekcolleges, een type muziekgezelschap dat zich ging toeleggen op een speciale instrumentale bezetting. Bijvoorbeeld alleen blaasinstrumenten. Hoewel het wezen van de Collegia Musica de beslotenheid was en bleef, traden zij steeds vaker in de openbaarheid. De Collegia Musica waren tegen het eind van de 18e eeuw eigenlijk niets anders meer dan concertverenigingen met werkende en kunstlievende leden. Deze gezelschappen, waarbij de liefhebberij voorop stond, zouden een belangrijke aanzet vormen tot de vorming van de burgerlijke blaasmuziekverenigingen. Zoals eerder verteld was een andere mogelijke voorloper het schutterijorkest. Schutterijkorpsen bestonden al in de 18e eeuw, maar werden ten tijde van de Franse Revolutie, die voor de duidelijkheid nog even duurde van 1789 tot 1799, afgeschaft vanwege een verbod op de gilden. Maar daarna zijn ze gelukkig wel weer heropgericht, maar werden schutterijorkesten uiteindelijk toch van de landelijke begroting gehaald. Maar dit leidde niet tot het einde van dit type orkesten. Juist niet. De schutterijorkesten werden door de lokale overheden overgenomen en kenden als burgermuziekkorpsen in bepaalde gemeenten nog een zeer bloeiend bestaan. De ondersteuning vanuit gemeenten varieerde van een vergoeding uit de gemeentekas, het op projectbasis verlenen van schutterlijke diensten, tot het compleet overnemen van de exploitatie van het muziekkorps door de plaatselijke overheid. Menig harmonie- en fanfareorkest is direct uit een schutterijorkest ontstaan, waarbij we dan voornamelijk aan de stedelijke muziekverenigingen denken. En voordat we zometeen naar de militaire orkesten gaan, wil ik jullie eerst weer even een klein stukje muziek laten horen van Gosek. Een laatste muzikale ontwikkeling die tot de vorming van blaasmuziekverenigingen heeft bijgedragen is de ontwikkeling van de militaire muziek in Europa. Muziek heeft al sinds de oudheid voor legers een dubbel doel gehaald. Het strijdlustig maken van de troepen en het intimideren van de vijand. Maar militaire muziek heeft nog andere doeleinden gehad, zoals het doorgeven van bevelen, de verpozing van militairen, hulpmiddel bij het marcheren, het opluisteren van overwinningsfeesten, het luisteren bijzetten van volksfeesten en de religieuze rites, noem maar op. In de 19e eeuw werd de militaire muziek een onmisbaar element in het volksvermaak en de volkscultuur. Thank you.
19e eeuw vormde een glorieus tijdperk voor de militaire muziek, mede doet toedoen van keizer Napoleon Bonaparte. Door de Franse Revolutie ontstond er meer openheid. En dit hield onder andere in dat er alleen nog maar buiten gemusiceerd mocht worden. Dit betekende een extra stimulans voor de blaasmuziek, omdat blaasinstrumenten uitermate geschikt zijn om in de open lucht te gebruiken. Napoleon die greep terug op een oud idee dat door een overmacht aan muziek de vijandige legers konden worden afgeschrikt. En hierdoor ontstonden grote muziekkorpsen die, na de onafhankelijkheid van Nederland in 1814, verder werden ontwikkeld en niet meer alleen voor militaire doeleinden werden gebruikt. Doordat de militaire orkesten aan het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw ook voor burgerdoeleinden werden gebruikt, kwamen grote groepen burgers met deze vorm van muziek in aanraking en werd de militaire muziek een voorbeeld voor de juist in oprichting zijnde amateurblaasorkesten. Militaire muziekkorpsen werden niet alleen ingezet voor militaire doeleinden, maar ook om het volk gunstig te stemmen door geregeld publieke concerten te verzorgen. Daarnaast hadden de militaire orkesten als taak het opvoeden en beïnvloeden van het volk. De publieke concerten van de militaire korpsen waren populair bij het volk, waardoor de oprichting van burgerverenigingen werd gestimuleerd. En voordat we zo de 18e eeuw induiken, wil ik jullie ter afsluiting van dit gedeelte van de geschiedenis nog twee filmpjes laten zien. In het eerste filmpje vertelt Alison Belson, de bekende trompetiste, nog iets over het spelen op de baroktrompet. En daarna sluiten we dit tijdperk af met de uitvoering van een deel uit de Music for the Royal Fireworks van Georg Friedrich Händel. En hij zelf noemde het Muziek für bombastisches Blaasorchester, met een grote blazersbezetting dus, waaronder grote groepen hobo's, fagotten, horens en trompetten. Hello everyone, I'm Alison and today I'm going to be introducing the natural trumpet to you, or the baroque trumpet. As you can see on the table here, I have three trumpets and they're all very different. So the instruments I have with me today, I have this one, which you probably would recognise as a trumpet. I'll play you a few notes in a minute. But then we have this one, which some people might not even think looks like a trumpet, but this is what trumpets used to look like. It doesn't play all the notes of the scale. It obviously has no valves, and trumpeters have to make all the notes just with their lips. What is sometimes a bit deceiving with the natural trumpet is that it's got these holes, so it looks a bit like a recorder. It looks like these will make the notes, but in fact they don't do that. What they do, they sort of help with the tuning and put it more closely aligned with what our modern ears would hear as equal temperament, because this instrument just purely plays the notes of the natural harmonic series. And I will demonstrate how it works. These are all of the notes available on the natural trumpet. There's a few higher ones than that as well, but it's early. But the reason we've got these holes is because, as you may have heard, as you get to what would be the fourth on the C major scale at the top, it sounds like it's out of tune, but it's actually not. It's exactly where the natural harmonic series puts it. So if I open my thumb hole, it just slightly adjusts the tuning and makes it a bit flatter, so it sounds like what we call an F, or the fourth in the scale.
prachtige muziek kun je geen genoeg van krijgen. En dat vond Händel zelf ook, want hij heeft nog een soort gelijkmuziekstuk geschreven. En welk stuk was dat? Hoe heette dat werk? Denk er maar even over na. En het is niet zo heel moeilijk, denk ik. De meeste mensen zullen ook dat kennen. We gaan de 18e eeuw in en dan gaan we van speelgroep naar blazersensemble. Sinds eeuwen was Wenen het kruispunt van Italiaanse en Duitse invloeden. En niet alleen die landen beïnvloeden het Weense muziekleven, ook de cultuur van omringende landen als Hongarije, Bohemen, de Slavische landen, die waren allemaal belangrijk. Omstreeks 1750 was Wenen de grootste muziekstad van Europa. Een instrument waar tot dan toe niemand van had gehoord, maar tegenwoordig een belangrijk speler binnen het harmonieorkest is, zag aan het begin van deze eeuw het daglicht. De klarinet. De klarinet werd ontworpen door Johann Christian Denner, afkomstig uit Nuremberg in Duitsland. Denner heeft de chalumeau als basisinstrument gebruikt en men beschreef het instrument als verbeterde chalumeau. Denner en zijn zonen experimenteerden met hun instrument en tal van verbeteringen werden doorgevoerd. Hi everyone, and welcome to what's going to be the first of a little series of videos talking about historical clarinets. So I'm going to talk today about the earliest versions of the clarinet, which slightly predate the instrument we recognize. And these are from the 18th century, and they're called the chalumeau and the baroque clarinet. They're kind of like two halves of a clarinet, because the chalumeau only plays in the fundamental harmonic range, so what we think of today is the bottom register of the clarinet. Whereas the baroque clarinet is only really used on the overtones of the harmonic series, so what we think of as the second and third registers of the clarinet. The chalumeau, even though it looks very, very small, because it only plays in the fundamental range, it has a strangely low sound. The baroque clarinet, this one here, is quite different in sound and in range. So composers only really wrote for it from about middle C upwards, that's the same fingering as it is on a normal clarinet. And this instrument's pitched in D, so it's quite high. I'm going to play for you from its lowest kind of usable note upwards. Today's clarinet is an instrument from the later 18th century. This is a copy of an instrument by Theodor Lotz, who is a Viennese maker, and this would have been used around 1780 to 1800. The reason Lotz's instruments are special is that we know he made clarinets for the players that Mozart wrote his music for. So this is the kind of instrument that would have been used for the Mozart Kegelstadt Trio, for the Quintet for Piano and Wind, and is similar to the kind of instrument the concerto would have been written for. So, for instance, if I play you a C major scale, it works pretty well. If we play a G major scale, it's almost as good. And F major works really well. So if you've ever wondered why so much clarinet music from the classical period is in the key of E flat, that's because F works really well on these instruments, which is the transpose key. Ja, dat heeft ze denk ik heel mooi en duidelijk verteld, in ieder geval ook laten horen. In de eeuw waar we zijn, de 18e eeuw, ontstonden aan de hoven van Centraal-Europa blazersensembles met als meest voorkomende bezetting het quintet, bestaande uit fluit, hobo, klarinet, fagot en horen en octet. Het repertoire was zogenaamde gebruiksmuziek, maar wel van een hoge kwaliteit. Componisten als Haydn, Beethoven en Mozart schreven veel muziek voor blazers. En deze blaasmuziek was bij de bevolking dan ook zeer geliefd. Hier staan twee componisten op. Aan u de vraag, welke twee componisten zien we hier? En mocht je denken dat de rechter componist Johan de Meij is, het zou kunnen, maar ik kan u zeggen dat is het echt niet. Maar hij lijkt erop, laten we het zomaar zeggen. En die andere componist, daar ben ik nieuwsgierig naar, wie dat van de grote klassieke componisten zal zijn.
We gaan in ieder geval, tijdens u denkt, luisteren naar twee stukken van componisten die hebben geschreven voor blazersensembles. Eén daarvan is Haydn met het bekende Divertimento. En daarna een opname van een mars van Beethoven. En beide stukken zijn ook in de loop der jaren bewerkt voor harmonieorkest, voor blaasorkest. Dan komen we aan in de 19e eeuw. Aan het begin van de 19e eeuw werd de muziek voor blaasorkesten op het Europese vasteland, zowel bij de militaire orkesten als bij de amateurs, sterk beïnvloed door de muziekkorpsen van Napoleon. Al vanaf 1805 waren er in het Franse keizerrijk cavalerie-fanfares bekend, maar uiteraard nog niet met de bezetting en het instrumentarium zoals we dat nu kennen. Regelmatig werden België, Nederland en Frankrijk getroffen door bezuinigingen. Harmonieorkesten werden dan vaak omgebouwd naar een fanfareorkest. De beperkingen van de meeste instrumenten, en zeker van de trompet en horen, hadden invloed op de mogelijkheden in het repertoire. Gaandeweg werden verbeteringen aangebracht aan bijvoorbeeld de fluit en de klarinet en werden er nieuwe instrumenten uitgevonden, zoals de klephoorn, de ophiklide en later de saxhoorns en saxofoons door de Belgisch-Franse instrumentbouwer Adolphe Sax. Dit zorgde voor grote omwentelingen in het repertoire. Maar voordat Sax verhoren kon maken met zijn instrumentenfamilies, dienen we echter eerst nog veel aandacht te besteden aan de uitvinding van het ventiel. De klephoorn, zoals je die daar op de foto ziet, ook wel kenthoorn genoemd, was het eerste koperen blaasinstrument waarop een volledige toonladder gespeeld kon worden. Dit instrument werd in de eerste helft van de 19e eeuw ook op het vasteland in de meeste militaire kapellen gebruikt. In België zelfs tot in 1859. Dankzij het kleppensysteem kon ook de ophiklide, dat is eigenlijk een basklephoorn, ontwikkeld worden, waarmee een meer efficiënt basinstrument aan het blaasorkest werd toegevoegd. De ophiklide was een koperen blaasinstrument met een ketelmondstuk, zoals we dat nog altijd kennen. Bij de militaire orkesten werd de ophiklide later gaandeweg door saxhoorns, noem het maar tuba en bombardon, vervangen. Een enorm belangrijke uitvinding, hebben we net benoemd, dat was het ventiel. Dat gebeurde rond 1814-1815, toen de Duitse hornist Heinrich Stölzel twee ventielen aanbracht op een hoorn. En deze uitvinding wordt ook toegeschreven aan een andere Pruis, namelijk Friedrich Blümel, zo rond 1816. In 1818 werkten Stölzel en Blümel samen en ze verwierven beide een 10-jarig patent voor een pompventiel dat eerst op de hoorn werd toegepast. De trompet deed dienst als signaalinstrument. De serpent, een contrabascornet. Wandelstok. De
De klephoorn, een trompetachtig instrument uit het begin der 19e eeuw. Adolf Sax, dames en heren, de grootste en belangrijkste innovatie was te danken aan de in Frankrijk actieve, maar van Belgische oorsprong, instrumentenbouwer Adolf Sax. Deze stelde op de internationale tentoonstelling van Parijs in 1844 naast de saxofoon en de basklarinet een nieuwe familie chromatische koperen blaasinstrumenten voor die hij saxbugels noemde. Maar om de associatie met de bestaande bugel die een wat onvolmaakte en onprettige naam had, veranderde hij dat heel snel in saxhoorn. En voor al deze instrumenten kreeg Sax in 1843 een patent. Een andere man die in dit overzicht niet ongenoemd mag blijven, en u ziet hem al afgebeeld hierachter, is Wilhelm Wieprecht. Wieprecht is de man die in Duitsland hervormingen in de militaire orkesten teweeg heeft gebracht die vergelijkbaar zijn met de hervormingen van Adolf Sax. Aan het begin van de 19e eeuw bestonden de cavaleriekapellen in Duitsland uitsluitend uit natuurinstrumenten. Wieprecht heeft deze natuurinstrumenten door ventielinstrumenten vervangen en de tuba-familie genaamd, die hij in samenwerking met de instrumentenbouwer Johann Gottfried Moritz heeft ontwikkeld. Wieprecht was daardoor medeverantwoordelijk voor de oprichting van het eerste militaire fanfareorkest in Duitsland. Het doel van Wieprecht was het bereiken van een uniformiteit in de militaire orkesten in Europa naar voorbeeld van zijn eigen orkest. De erkenning van zijn instrumentensysteem kreeg Wieprecht door de wedstrijd voor militaire kapellen in de wereldtentoonstelling in Parijs op 21 juli 1867, waar Wieprecht met zijn kapel een eerste prijs won. Gezien de vergelijkbare hervormingen in de militaire muziek van Wieprecht en Sax was het onvermijdelijk dat deze twee heren met elkaar in conflict raakten. Wieprecht beschuldigde Sax ervan dat hij zijn ventielsysteem en zijn bastuba had gekopieerd en was zelfs van plan naar Parijs te gaan om daar een proces tegen Sax aan te spannen. Voordat we zo dadelijk ook nog eventjes naar een andere belangrijke instrumentverbeteraars gaan, even ondertussen nog een quizvraagje, een fotovraag. Wie is deze voor de instrumentontwikkeling belangrijke man die op de foto ziet afgebeeld? Is dat James Galway, Theobald Boehm, Arturo Toscanini of is het Emmanuel Pahud? Denk er maar even over na en ik ga rustig verder. Want ondertussen ging ook de klarinet grondige verbeteringen dankzij de samenwerking van virtuozen zoals Beerman en Müller met componisten zoals Karl Maria van Weber, Felix Mendelssohn Bartholdy en Ludwig Spohr. En in 1832 bracht de Beierse fluitist Theobald Boehm een geweldige verbetering aan de fluit door het ringsleutelsysteem. In 1843 paste de Franse klarinetist Hyacinthe Closet het kleppensysteem van de Boehmfluit op de klarinet toe, wat veel meer mogelijkheden bood, vooral voor blaasmuziekcomponisten. Uitbreiding van het basregister was ook belangrijk. De zwakste schakel in het blaasorkest bleef echter het basregister. Dat bestond alleen uit de serpent, bashoor en ophicleide, vaak aangevuld door contrafagot of snarenbas. My name is Mark and I play the ophicleide in the Orchestre Romantique. And the ophicleide, that's the last serpent, the last sort of serpent. He's made completely in metal with 9K, this one, and with a mouthpiece. And this instrument was made by Couturier about 1830, the exact time of the Symphonie Fantastique. Na deze mooie klanken uit de ophicleide ben ik u ook nog het antwoord schuldig op de vraag. De ontwikkelaar van de instrumenten was Theobald Boehm. Na alle ontwikkelingen van instrumenten en technische aspecten waren er nog veel meer positieve ontwikkelingen van het samen musiceren te noemen. Tegenwoordig weten we gelukkig steeds meer over deze positieve invloeden voor geest en voor het brein, voor de gezondheid. Maar ook destijds waren de voordelen van samen muziek maken al duidelijk. Gezamenlijk musiceren vulde een sociale en culturele leegte in het leven van de arbeiders. En ook hadden deze muziekverenigingen als taak het volk muzikaal te ontwikkelen.
Koperinstrumenten waren gunstig, want vergden geen al te grote vingervaardigheid, wat de instrumenten geschikt maakte voor arbeiders. En deze instrumenten waren ook betaalbaar voor de arbeider, in tegenstelling tot orgel, piano of viool. En daarnaast beschikten de muziekverenigingen niet over concertzalen, waardoor ze dus in de open lucht moesten spelen. Koperinstrumenten waren daar uitermate geschikt voor. Lid zijn van een blaasorkest was een van de weinige manieren om je gezamenlijk met andere mensen te amuseren. Ook was het een manier om arbeiders met klassieke muziek in aanraking te laten komen. Blaasorkesten werden gestimuleerd door de gemeentes en werkgevers en er was geen feest of ceremonie denkbaar zonder blaasorkest. Waar arbeiders waren, waren muziekverenigingen. We willen dit eerste deel van de geschiedenis van de blaasmuziek dan ook feestelijk eindigen met een fragment uit de ouverture voor harmoniemuziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. De afsluiting wat ik al zei, maar in deel 2 gaan we graag verder en dan pakken we hier de draad weer op en dan neem ik graag een kijkje met je in de ontwikkelingen tot aan de dag van vandaag. Dank voor uw aandacht en hopelijk kijk je dan ook weer. Hallo, beste muziekvrienden. Groetjes van hier bij mij thuis, zoals de meeste mensen. Want we zijn nog steeds verplicht om zoveel mogelijk de openbare activiteiten te staken. Ik ben Jan van der Oost en ik maak van deze gelegenheid gebruik om jullie allemaal op een bijzondere manier wat goede moed te wensen in deze moeilijke tijden. Dit zijn zaken die natuurlijk niemand had zien aankomen en we hadden ook niet gedacht dat het allemaal zo lang zou duren. Maar helaas is het de realiteit en dus ja, we moeten er gewoon mee verder. Ook al zijn de vooruitzichten nog niet heel zeker en is er nog geen echt heel duidelijk perspectief van wat ons nog hopelijk allemaal niet te lang meer te wachten staat. Maar ja, we zitten nu eenmaal in een situatie waar we relatief weinig kansen hebben om ons op creatieve en artistieke manier uit te leven. Dat geldt natuurlijk voor mij net zo zeer als voor jullie. De vorige 11, bijna 12 maanden, waren voor mij zo goed als zonder reizen, zonder activiteiten in binnen- of buitenland. En dat is behoorlijk ongewoon. Dat is helemaal niet mijn gewone toon. Maar ja, het is wat het is. Ik heb wel de moed niet laten zakken en ik ben blijven heel actief werken, dan van bij mij thuis vooral. En dat is dan natuurlijk in mijn geval niet meer dirigeren of reizen of lesgeven, maar componeren. En dat heeft dan toch dat voordeel tussen haken gehad, dat ik eigenlijk toch een heel vruchtbare periode heb kunnen realiseren. Dat is momenteel nog volop aan de gang. Ik ben nu ook weer volop aan het schrijven. Ik heb zoals altijd opdrachten voor 2 of 3 jaar op voorhand altijd volgeboekt. Dus heb ik nu eigenlijk heel goed kunnen aan werken. Ik ben zelfs een beetje voorop geraakt op schema. Dat is behoorlijk uniek, want dat heb ik in heel mijn carrière eigenlijk zo goed als nooit gehad. En omdat ik nog een old-fashioned way composer ben, old school zou je het kunnen noemen, schrijf ik inderdaad nog alles met de hand. Dat wordt dan eerst in klad of in schetsen op papier gekribbeld en nadien min of meer leesbaar uitgeschreven op een groot partituurpapier. En dan gaat het naar de uitgever die dan ervoor zorgt dat het mooi geprint wordt en nadien ook leesbaar en rond de hele wereld distribueerbaar is. Ik zal eventjes de illustratie, een plaatje van zo'n klad laten zien. Daar staat niet veel op. Kan je ook niet veel lezen. Eigenlijk alleen maar schetsen en wat
ideeën en wat melodieën en wat thema's en wat harmonische aanduidingen. Dat wordt dan zoiets. Dat wordt dan op een handgeschreven partituur. Iets in die aard. En zo gaat het dan, zoals ik net zei, naar de uitgever die het dan met een digitale versie klaarmaakt om het in heel de wereld te verspreiden. Dit is momenteel een opdracht uit Zweden. Nadien volgt er weer uit Taiwan. Dan komt er weer een uit Japan terug. Ja, Amerika staat ook nog op de lijst dit jaar. Nederland ook, maar ja, daar mag ik niet te veel over vertellen. En zo verder. Dus ik blijf eigenlijk met andere woorden heel druk bezig. En dat is toch wel een beetje een troost. Want het thuis zijn op zich vind ik totaal niet erg. Ik ben heel graag thuis. En ik mis natuurlijk wel veel activiteit. Ik mis het reizen. Ik mis veel dingen. Maar alles bij elkaar lukt het toch wel vrij goed hier. Maar heel wat dingen natuurlijk mis ik, net zoals jullie allemaal. En dat wil ik dan ook als besluit nog even meegeven. Ik weet dat het voor jullie nu ook heel ondankbaar en heel onaangename tijden zijn. Met zo goed als geen mogelijkheden om nog met een amateur of een ander orkest of een ensemble te werken. Ik zou zeggen, hou vol. Blijf er moed in houden. Het zal heel wat creativiteit, het zal heel wat energie, heel wat inspanningen, ook heel wat geduld, een beetje geluk ook vergen, voor we terug allemaal op ons min of meer normale levensniveau zullen aanbelanden. Maar ik wens jullie daar heel veel goede moed bij en heel veel moed en sterkte. En hopelijk zien we elkaar dan spoedig, relatief zal het spoedig zijn, weer op een of ander evenement waar we dan samen op een of andere manier kunnen muziek maken. Dus geef de moed niet op, ga ervoor en laten we uitgaan van de oude spreuk, na regen komt zonneschijn. Daar gaan we allemaal vanuit. En dat zal ons allemaal dan hopelijk heel veel deugd doen om terug te kunnen leven zoals we dat graag doen. En terug onze muzikale passie en liefde te kunnen delen met zoveel anderen. Oké, het allerbeste en hopelijk tot heel binnenkort. Ciao.